Zaterdag boekte vandaag weer een spectaculaire overwinning. Want men won uiteindelijk met 4-3 de topper van FC Wolvenga. Na een 1-1 ruststand. Ja, Danny Starrenburg, met name in het laatste kwartier, sloegen jullie weer genadeloos toe. Ja, wat onnodig spannend, maar het is wel weer de laatste kwartiertje, zoals wij al in de kleedkamer zeggen. Wij voetballen de laatste kwartier gewoon goed. En de doelpunten vallen vanzelf wel. Ja, het zat ook wel mee, denk ik. Want bij Wolvenga viel de ene en de andere gebaseerd uit. Dat misschien wel, maar bij ons werden ook een paar doelpuntjes afgekeurd. Maar ik denk dat ze er doorheen zaten. Ik weet niet wat precies aan de hand was, maar de een naar de ander viel uit. Ja. Nou, gaan we even naar het begin van de wedstrijd. Wolvenga, goede ploeg. Is voor aanvang ook over gesproken. Gelijkscheef beginnen, neem ik aan. Ja, dat was wel de bedoeling. We zouden eerst even afwachten hoe ze staan. Maar we hadden vrij gauw in de gaten. Dus, maar het is een goede ploeg. Ze hebben goed gevoetbald. Alleen een beetje geluk. Ja, de ploeg, de eerste helft was het in evenwicht. Ondanks dat jullie wel de betere kansen kregen. Ja, wel een paar goede kansen. Alleen de schermte was er nog niet helemaal. Ja, je komt goed op 1-0. Maar, daar wil ik even naar kijken, die 1-0. Daar was jij natuurlijk bij betrokken. Goed balletje van Guido op jou. En heel bekeken. Ja, ik zag hem doorlopen en hij trok twee man mee. En ik zag er naast me, zag ik niemand staan. Dus ik leg hem gewoon voor mijn linker en ik probeer het gewoon weer een keer. Nou, hij zat er wel redelijk goed in, ja. Ik zat aan de andere kant. Maar voor mijn gevoel had ik echt zoiets van, die Danny die kijkt hem echt helemaal naar die hoek toe. Klopt dat? Ik zag hem al voor me. Ja, hij ging voor me weg. En je voelt gewoon soms als je een bal op doel schiet, dat hij gewoon goed geraakt wordt. Ja, en hij ging gewoon perfect in. Ik keek hem echt het doel in wat je zegt, ja. Nou goed, dan geef je eigenlijk bijna niks weg. Tot één slippertje in de slotfase. Raymond Fortuyn die zich verslikt. Maar daarvoor gaat ook een bal van Ronald Post. Die schiet die bal weg. Waardoor er niet goed geanticipeerd wordt door Hoogeveen. Ja, we stonden ook met wat Rudy in de rust zei. We stonden met 6 man voor de bal. En vooral in de laatste 2 minuten voor rust denk ik van je moet gewoon met elkaar inzakken. En dan leid je ook niet zo onder nog balverlies. En dat de achterhoede gewoon onder druk gezet wordt. Ja. Wat me ook opviel in die eerste helft, Jeffrey Stanford, die stond rechts achterin, deed hij helemaal niet verkeerd. Ik vond hem juist een van de betere eerste helft. Hij is snel, sterk, hij schakelt zijn mannetje uit en aanvallend bracht hij veel. Dus ik heb een goede stand-in voor rechtsback. Ja, was ook een set natuurlijk van Rudy om die snelheid van die linkerspits eruit te halen. Ja, Rudy zei al van tevoren, ze hebben een sneller linksbuiten. Nou, Jeffrey is ook super snel natuurlijk. En hij kan ook goed verdedigen, maar hij kan ook aanvallend nog wat pakken. Want die links voor van hun die liep niet mee. Dus hij had alle ruimte om meer even naar voren te komen. Ja, dan gaan we de tweede helft in. En dan gebeurde lange tijd eigenlijk niks. Maar Wolvenga creëert ook helemaal niets. Tot op een gegeven moment er een misverstand is in de defensie bij jullie. En eigenlijk die 2-1 uit de lucht komt vallen. Ja, ik zag niet eens goed wat er gebeurde. Ik heb het wel vaker, dan let je gewoon even niet op. Maar hij viel voor mij uit het niks viel erin. Volgens mij werd de keeper makkelijk omspeeld. Ja, ik weet niet of Ronald er wat aan kon doen. Volgens mij niet. Maar gewoon heel makkelijk geven we een doelpunt weg. Nou, dan laten jullie dit seizoen al vaker zien dat je veerkracht hebt. Want 2 minuten later is het alweer 2-2 dankzij Guido de Kater. Eigenlijk ook wel heel attent. Hè? Een vrije trap gaat in de muur en dan toch erop gaan. Ja. Je ziet het ook gewoon, hij neemt die vrije bal, hij ziet dat hem in de muur schiet en hij kijkt gewoon goed en hij schiet hem onder de muur door gewoon in een korte hoek. Ja, dat is gewoon kwaliteit denk ik. Ja, maar 2-2 en dan vervolgens vlak daarna al heel snel de 3-2 dankzij een strafschop. Overtreding op Randy Balsara, Ruben Roemeleeuwen. Ja, ik stond er vlakbij, Ruben die was zo lang dus en volgens mij werd hij wel geraakt hoor, maar de heel bovengraad was het niet mee eens. Ja, de scheidsrechter die ziet het ook gewoon wat er gebeurt, dus die legt hem gewoon op de stip. Ja, dan krijg je nog wel situaties. Elke keer het vlaggen voor buitenspel. En dan slaat de irritatie ook een beetje toe, denk ik, aan beide kanten. Ja, het wordt gewoon een beetje vervelend. Ik bedoel, hij steekt gewoon 5-6 keer achter elkaar de vlag in de lucht. Misschien was het 2 of 3 keer wel buitenspel. Maar hij had het gewoon sowieso 1 keer of 2 keer moet je als scheidsrechter een keer door laten gaan. Ja. Alleen ja, die pech had wel gewoon een beetje dat hij dat niet deed. Ja, het is goed recht van die scheidsrechter natuurlijk. Maar als scheidsrechter moet je ze nu en anders even je eigen pad trekken dan. Nou, als hij in 10 minuten 10 keer afvlagt, dan mag hij ook al een keer een balletje door laten gaan. Als hij twijfelt dus. Goed, en dan wordt het 4-2 en dan denk je van nou, het is weer binnen, maar bij jullie weet je het maar nooit. Nee, het was vrij snel de aftrap en was een verkeerde bal weer naar voren toe. En een balletje eroverheen. Volgens mij werd er weer niet optimaal verdedigd. Gewoon balverliezen op middenveld en een balletje eroverheen. En hij maakt hem gewoon goed af. Ja, natuurlijk ontstaat er daarna ruimte. Ook jij een keer een goede mogelijkheid. Wat ging daar mis? Ja, ik zie dat doel en ik had ook niet in de gaten dat Ruben naast me meeliep. Maar ik denk, probeer het gewoon. Alleen ja, dat is net de scherpte die ik een beetje miste dan. Ja, Jeffrey Stenver natuurlijk ook. Probeer een lopje. Ja. En op dat soort momenten zou je eigenlijk altijd koelbloediger moeten zijn.
Ja, nou, als spits zijn er mee wel eens wat kansen nodig. Alleen misschien ook een beetje jongerheid dat hij dacht van ik loop hem over de keeper heen. Ja, hij ging ook maar net mis, dus was gewoon goed geprobeerd. En goed, uiteindelijk komen jullie in de slotfase nog goed weg. Hè? We hebben toch een vrije kopkans nog weer voor Wolvenga in de handen van Post. Maar goed, die 4-3 is over de streep. Weer 3 punten. En als we kijken naar de stand. Het gat met de nummer 3 en 4 is inmiddels al is weer 4 punten. Dat is al mooi. Ja, ik weet niet wat Elim gedaan heeft. Maar... Ja, Elim heeft ook gewonnen. Komt het vast wel weer goed. Ja, okay, want dan moeten we natuurlijk naar die eerste 2 plaatsen kijken. Dat is rechtstreeks de promotie. Ja. En dan is het inderdaad mooi dat je natuurlijk die 2 ploegen op 4 punten hebt staan. Ja, dat is voor ons ook wel gunstig. Ik bedoel, je kan dan een keer een misstapje maken. Daar gaan we niet vanuit natuurlijk. Maar het is sowieso knap. We komen uit de 5e klasse. En we doen gewoon weer boven mee in een 4e klasse. Dus het zal goed zijn. Jullie trainer wil er niet over praten. Maar ik ben zo eigenwijs om het wel te doen. Ja, die wedstrijd tegen Elim komt nu dichtbij. En nog 2 wedstrijden of 1 wedstrijd gaan volgende week Mussel. Snap je de gedachte van Rudy dat hij daar liever nog niet over wil praten? Nee. Ik bedoel, Elim is een mooie wedstrijd. De meeste van elkaar die kennen elkaar gewoon in dat team. Maar, Hij doelt er natuurlijk op. Er moet nog een wedstrijd gevoetbald worden. Ja, daar... natuurlijk. Ik bedoel, die moet eerst nog even 3 punten naar huis. En we zien het wel. Als we hetzelfde voetballen als altijd, dan komt het vast wel goed. Ja, want ik heb het idee dat jullie dat niet meer zoals vorig jaar hebben. Want toen hadden jullie nog wel eens een hele goede overwinning. En dan een week later moet je naar bijvoorbeeld een Mussel, hè, zoals nu. En dan ging het vorig jaar nog wel eens mis. Maar bij jullie heb ik nu wel het idee van dat die scherpte er nu echt elke wedstrijd is. Ja, het team is ook zo goed als compleet. Nou, vandaag missen we 1 of 2 spelers. En, we hebben gewoon een goede bank ook. En vorig jaar was het wel eens dat we wat mager in de selectie zaten. En dan, ik denk dat dat toch een beetje doorslag geeft dat we nu het uit wel winnen. En dan vergeleken vorig jaar. Ja, maar goed, volgende week inderdaad dus Mussel. Wel weer op natuurgraas. Is dat nog een nadeel voor jullie? Voor de meeste spelers volgens mij niet. Ik hoor heel vaak van dat ze het veld naast het hoofdveld ook gewoon een goed veld vinden. Dus de meesten kunnen gewoon goed uit de voet op gewoon veld. Dankjewel. Ja.